de stad zou armer zijn zonder deze fontein. Ondanks maatregelen van de gemeente Arnhem blijft de fontein bij de Blauwe Golven kostbaar drinkwater verspillen. Sinds de fontein in het voorjaar weer in gebruik is genomen, is er 5 miljoen liter water verdwenen. En dat is een hoeveelheid die gelijk staat aan 2 Olympische zwembaden. De Blauwe Golven is een kunstwerk uit de jaren 70, dat samen met de bouw van de Nelson Mandela-brug tot stand is gekomen. Het voortbestaan van de Blauwe Golven heeft deze eeuw lange tijd ter discussie gestaan. Maar dit voorjaar is de fontein in ere hersteld. Maar wat nu opvalt is het enorme verlies aan drinkwater. Ja, de wind speelt natuurlijk een rol. We zijn er niet in geslaagd om het water helemaal goed, zeg maar, structuur op te lossen. Maar dit zorgt natuurlijk ook voor verkoeling en dat is ook mooi. Dat is ook natuurlijk een argument. Fijn natuurlijk als er gespeeld kan worden bij de fontein. Maar het extra waterverbruik is inmiddels opgelopen tot 5 miljoen liter water. En dat doet veel wenkbrauwen fronsen. Ja, dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling. Volgens mij is het ook gewoon drinkwater. Dus dat, ja, ze zouden dat volgens mij ook aansluiten aan ander iets. Maar hebben ze volgens mij nog steeds niet gedaan. Water verdampt altijd. Dus dat is, ik zou zeggen, probeer zoveel mogelijk circulair te zijn. Te roteren en te hergebruiken. Maar het is natuurlijk wel, de stad zou armer zijn zonder deze fontein. Maar het extra verbruik van drinkwater dat verwaait zit ook de gemeente dwars. En daarom wordt er gewerkt aan verbeteringen. De structurele oplossing komt in het najaar. Als wij, zeg maar, de leiding hebben vanuit de Rijnkade, en dan gaat het water via de Jansbeek. En dan hebben we het structureel opgelost. Maar tot die tijd zal de fontein nog wel dorstig blijven.